In mijn relaties. Hoofdstuk 4. Samen of alleen. In Nederland kennen de meeste mensen het standaardgezin. Het standaardgezin bestaat uit de ouders, wel vader en moeder, en de kinderen. Maar het is niet altijd zo, want het kan ook anders. Zo kun je bijvoorbeeld ook samenwonen. En besluit je niet te trouwen, maar wil je wel samenwonen, dan kun je ook dingen officieel maken door dat te regelen in een samenlevingscontract. Daarin kun je dan regelen van wie zijn welke spullen en wat gebeurt er bij overlijden. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is een samenlevingscontract heel erg handig, als je niet besluit te trouwen. Je kunt natuurlijk ook geadopteerd zijn. Dan weet je niet wie je biologische ouders zijn. Maar het kan tegenwoordig dankzij het homohuwelijk en de nieuwe wetgeving die daarbij hoort ook zo zijn dat je twee vaders of twee moeders hebt. Tegenwoordig gebeurt het ook heel vaak dat je bij één van je ouders woont. Omdat de ouders zijn gescheiden. Nou, in Nederland zijn ongeveer 500.000 eenoudergezinnen. Je kunt ook kiezen voor de woongroep. De woongroep betekent eigenlijk dat je één huis deelt, dat je wel allemaal een eigen slaapkamer hebt en bijvoorbeeld de woonkamer en de keuken deelt. Het grote voordeel daarvan is dat het vaak goedkoop is en bovendien is het ook nog eens gezellig. Je ziet deze vorm van wonen vooral veel bij studenten. Je kunt natuurlijk ook alleenstaand zijn. Een single maakt een bewuste keuze om alleen te zijn. Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen singles. Jongeren kiezen echter steeds vaker ook voor een latrelatie. Een latrelatie staat voor Living Apart Together. Dat betekent dat ze allebei in een eigen huis wonen, maar wel een vaste relatie hebben. Dat we steeds verschillende vormen van samenleven zien, heeft te maken met de individualisering van de maatschappij. En dat persoonlijke worden, dat meer op de persoon, heeft te maken weer met economische vrijheid. We zijn niet meer afhankelijk van onze partner voor van ons inkomen. En we hebben ook zelf het geld om bijvoorbeeld een eigen huis te kopen. En dankzij bijvoorbeeld de studiefinanciering kunnen studenten weer veel eerder het huis uit. Ze hoeven niet thuis te blijven wonen om te studeren. Echter, die individualisering zie je niet overal. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld zie je dat nog steeds niet zoveel. Daar is bijvoorbeeld de waarde gastvrijheid weer heel belangrijk. En niet zozeer wat jij persoonlijk vindt, maar als de gasten maar tevreden zijn.